Het lijkt een gewone voorbereiding op een skielertocht, totdat je met je blik naar beneden gaat. Met zijn gele klomp op wieltjes, maat 50 en zijn Engelse mijnwerkershelm trekt Henk Keizer veel bekijks. Nou ja, die kijken allemaal heel verbaasd als ze het zien. Want dat hebben ze natuurlijk nog nooit gezien. Klompen met skielers eronder en dan toch flink snelheid maken, pootje over enzovoort. Dat levert hele verbaasde reacties op en mensen die allemaal beginnen te glimlachen. Wat zien we daar nou? Het idee kreeg hij toen hij de klompen in de keuken naast de skielers zag staan. Samen met de klompenmaker werkte hij meer dan een half jaar aan de unieke skieler. Het is heel professioneel, want dit maak je zomaar niet. Het is drie kwart jaar al gewerkt. Samen met Martin Dijkman, de klompenmaker uit Luttenberg. Maar het is voor de gein, het is voor de show. Ik weet niet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Nou, dat rijdt fantastisch. Alleen, die klompen zijn heel zwaar, hè. Dat is veel meer gewicht dan normale skielers. Maar het is kwestie van wennen en een beetje krachtoefeningen doen. En dan gaat het wel. In het dagelijks leven is Keizer groepstherapeut. In zijn vrije tijd is hij vooral bezig met gekke ideeën. Zoals het logische vervolg op de klompskieler, de klapklompskieler.